Hoi iedereen, ik ben Brenda, Miss World Nederland 2019 en 2020 is geen makkelijk jaar geweest. Gelukkig heb ik het geluk gehad dat ik net iets langer Miss World Nederland mag zijn. En samen met de organisatie hebben wij stuk voor stuk prachtige dames mogen selecteren om mij dadelijk op te gaan volgen. Een van deze dames zal de kroon gaan dragen en ik stel ze graag aan jullie voor. Ik wens jou en jouw familie geluk, gezondheid en natuurlijk rust voor de komende periode en natuurlijk in het nieuwe jaar. Ik hoop dat 2021 een beter jaar wordt voor ons allemaal en laat je hart je lichaam verlichten. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Kom je iemand tegen deze kerst zonder huis, wees barmhartig en zorg voor iets lekkers eten of te drinken. En wat vooral belangrijk is, wees lief. Ik wens iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Het was een moeilijk jaar. Samen komen we er doorheen. Kerst is een periode waarin we veel samen zijn en veel liefde met elkaar delen. Laten we wel ook denken aan de zwakkeren onder ons. Vergeet niet een kaartje te sturen aan je naasten om te laten weten dat je aan ze denkt. Ik wens jullie een hele fijne kerstmis en mag 2021 een jaar zijn waarin gezondheid, samen zijn en liefde voorop staat. Hallo allemaal, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Voor 2021 wens ik voor iedereen een jaar met betere gezondheid, een einde aan deze wereldwijde crisis, maar ook een jaar waar we allemaal vriendelijker en leuker zijn naar elkaar, meer begripvol voor elkaar en een jaar waar we allemaal veel meer mooie ervaringen mogen opdoen. Gelukkig nieuwjaar. Hi allemaal, 2020, wat een jaar was dat. Een pandemie, wie had dat ooit gedacht? Veel eenzaamheid, mensen raakten hun banen kwijt en veel verdriet. Huiselijk geweld nam alleen maar toe. Mensen hadden veel verdriet, voelden zich eenzaam en we wisten allemaal niet hoe het nu verder zou gaan. Het is een zwaar jaar, een eenzaam jaar, maar ook echt een leerzaam jaar. Ik hoop dat 2021 voor iedereen een betere toekomst is. Hallo allemaal. Wat mij betreft is kerst echt de leukste tijd van het jaar. Maar deze keer voelt het toch een beetje anders dan anders. We hebben natuurlijk een bewogen jaar achter de rug, waarbij de corona-uitbraak centraal stond. Hierdoor zijn heel veel levens veranderd. Maar toch hoop ik dat we vooruit kunnen kijken naar een nieuw jaar waarin we weer veel geluk zullen vinden en natuurlijk ook heel veel gezondheid. Want dat is toch wat we nu echt nodig hebben. Ik wens jullie een heel fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe. Lieve iedereen, 2020 was mijn jaar. Alhoewel COVID behoorlijk wat roet in ons eten heeft gegooid, heeft het ons ook laten zien hoe veerkrachtig we kunnen zijn. Zo weerhield de pandemie ons niet om op te staan tegen ongelijkheid tijdens de Black Lives Matter movement, hebben we geleerd thuis te werken of te studeren op afstand, en hebben vrouwenrechten wereldwijd de aandacht gekregen door een succesvolle Women's March. Ik wens iedereen dan ook toe dat 2021 een jaar gaat zijn waarin we omringd worden door onze geliefden en naasten. Happy holidays! Ik wens iedereen warmte en liefde van zijn geliefden en een leven gevuld met hoop en vrede. Het was een zwaar jaar voor ieder van ons. Mogen de magie van Kerstmis samenkomen om jullie harten te verblijden en verlangen te vervullen. Ik wens iedereen een warme en gezonde kerst en een gelukkig nieuwjaar. Deze Kerstmis wens ik voor hoop. Hoop voor een beter leven. Hoop voor betere omstandigheden voor kinderen. Hoop voor betere vrouwenrechten. Hoop voor vrede en hoop voor liefde. Wat zijn we zonder hoop? Hoop brengt ons samen. En hoop geeft ons een doel. Dat hoop ons samenbrengt is wat Kerstmis voor mij betekent. Samen bereik je meer dan alleen. Vandaag hebben we heel wat boodschappen mogen horen van de meiden. Die gaan strijden voor Miss World Nederland 2020-21. Ze hebben al een heel traject doorstaan. Het was een moeilijk jaar voor iedereen, ook voor de dames. Want dan is het weer een lockdown, dan is het weer geen lockdown. En hoe ga je daar als jongere dan mee om? Ze hebben allemaal hun dingetjes. Maar wat zijn wij trots op deze prachtige jonge dames. Met al hun wensen en hun hoop voor een mooie toekomst. Voor ons en voor iedereen. We kunnen afsluiten met dit jaar met mooie kerstwensen en een gelukkig nieuwjaar. Maar er is meer, want we gaan natuurlijk wel door na
nieuwe jaar. We gaan nog een klein trajectje aan met de finalisten van Miss World Nederland. En we hebben natuurlijk zometeen een prachtige finale in de Koning Events in Amsterdam. Blijf ons vooral volgen, want als je ons volgt, ben je op de hoogte. Kijken jullie mee naar onze social media? Fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar. Deze kerstboodschappen worden u mede mogelijk gemaakt door Bas Meubel, Stan Kluts Audio & Entertainment, CA Visagie, Dutch Photo en 8mm Filmproducties. Vergeet ons ook niet te volgen op onze socials, zoals Marisol even uitlegt. Hallo allemaal, ik ben Marisol Soliana en jullie, jij, daar achter je scherm, moet het YouTube-kanaal volgen van Miss World Nederland om alles bij te houden wat wij doen. Want wat wij doen is superleuk. Wie wil dat nou niet zien?